Ja, hallo mensen en welkom weer bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn. Het onderwerp van de video vandaag. Je hebt vast wel eens iemand ergens gezien over straat of zo met bepaalde dingen in hun oren, genaamd AirPods. Mij leek het wel een leuk idee om dat gaan uittesten, maar dan niet de echte AirPods uittesten, maar AirPods voor 3 euro. Ja. Dan zou je misschien denken, waar kan je nou AirPods kopen voor maar 3 euro? Nou, dat zal ik jullie eens even haarfijn uitleggen. Ik ben niet gesponsord door deze site of app of wat het ook is. Dus dan weet je dat alvast. Was het maar zo'n feest. Het heet Wish. Wish is een site slash app of wat ook maar. Daar kan je allemaal hele goedkope dingen kopen. Zoals AirPods voor 3 euro. Dus dat ga ik nu even bestellen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk over een maandje of 1 of 2... zie ik jullie weer terug. Want ja, de levering duurt nou helemaal wel gewoon heel erg lang. Have you been stopped before? Ja, mensen. We zijn inmiddels geloof ik 4,5 week verder. Maar goed, dan heb je ook wat natuurlijk, hè. Wacht, ik zal even het voorbeeld van AirPods laten zien. Van hoe ze er eigenlijk uit moeten zien. Hier, zo zou een doosje eruit moeten zien. Helaas zijn dit geen echte AirPods. Dit zijn ook neppe. Maar die waren wel ietsje duurder dan 3 euro. Deze waren namelijk 8 euro. Zo ziet een normaal doosje eruit. Zo ziet een normale AirPod eruit. Nou, zijn dus die van 3 euro binnen. Dan zal ik eens even laten zien hoe die eruit ziet. Nou, ten eerste, het doosje ziet er zo uit. Mega groot ding. Het doosje ziet er dus zo uit. Zo ziet een normaal doosje eruit. Dat kan je even het verschil zien. Deze onderkant is plat voor een of andere reden. Ik weet ook niet waarom. Maar het belangrijkste natuurlijk is hoe ze eruit zien en of het geluid goed is. Nou, heb ik ze al gisteren binnengekregen en heb ik er al een beetje mee zitten pielen. Nou, dit zijn ze in ieder geval. Alleen, ja, je hebt hier een knopje om ze aan te zetten. En die is bij de ene kapot. Dus daar moet ik of van normale oortjes zo'n ding doen. Om zo'n ding doen. Zo'n ding pakken. Om hierin te drukken op het knopje. Zodat hij aangaat. Dan gaat er een lampje branden. Maar goed, je zou dus denken, ah, die zien er nog niet eens zo heel slecht uit. Moet je eens even wachten tot ik een normale erbij ga pakken. Kijk. Dit is een normale. Dit is. Je ziet wel. Deze is ongeveer 2 keer zo groot. Wacht, ik zal hem even in doen. Hier. Dit ziet er toch niet uit, of wel? Dit ziet er toch niet uit, of wel? Maar dat was nog niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is of de geluidskwaliteit een beetje goed is. En dat ga ik nu even uittesten. Oké, liedje opzetten. Oh, oh jezus. Dit is slecht, hé. Dit is slecht. Oprecht, dit zijn. Deze oortjes zijn Jumbo oortjes en die zijn nog 1000 keer zo goed als deze. Jezus. Wat een blikgeluid, zeg. Kill, what the fuck? Gewoon oprecht, als je telefoon in een blik zet en je houdt hem onder water. Aan de andere kant van de wereld heb je nog beter geluid. Ik ga er nu even mee flexen. Ja mensen, dit was de video dan alweer. Maar wat zeggen jullie? Sorry? Ja sorry, ik kan je niet horen. Ik heb AirPods in. Ja, blijkbaar heb ik voor de rest geen intro opgenomen, dus dan doe ik het maar even zo. Het is dus zo dat je blijkbaar als je AirPods voor 3 euro koopt, dat je gewoon dikke bonken krijgt die je in je oren kan doen. Met blikgeluid, zoals jullie gehoord. Ik raad het dus ook ten zeerste af. Ik zou diegene van 8 euro kopen als jullie een paar willen kopen. Want die zijn gewoon best wel goed eigenlijk. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneren kan hier beneden. Druk dan gelijk op het notificatiebelletje. Dan krijg je gelijk een berichtje wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan zie ik jullie als het goed is overmorgen weer. Ja, jullie horen het goed. Ik ga proberen om de dag te uploaden in deze quarantainetijd. Blijf veilig. Blijf thuis. En tot de volgende keer.